Deze skriën zitten moerstil bij in het loon vlakbij Jesterlittens. Zo besparen de vogel energie. Op dit stuit is er net zo volle activiteit. Het is heel rustig, de vogels zijn er wel. Dan is hij met ons net als mijzelf bezig. Het is puur oerleven. Het is fretten ziekje. Proberen fretten te ziekjen. Want de groen is buze bonkerhut. De vogels ziekje eten op plakken dat ze gewoon waren net zo gauw te vinden binnen. Liek als langs de dijk of in de tuin. Ze besiekje te oerlibjen. Aaien lezen is er net bij. Ont nota binden nog maar zo'n liep aaien voen in Friesland. Een historisch leeg oantal. En er mij nog maar ontmandje zocht worden. Het wordt een let briertseizoen. En misschien ben er ook wel vogels zelfs die het gewoon het aardig helemaal uitstellen. Voor helemaal het hele seizoen oerslaan. Het is al zo kwetsbaar. Het gaat al op alle kanten achteruit. Dus ik weet net dat ze die knoei dan ik dan een keer herkennen. Maar Safir is nog net. Dus nog net helemaal paniek. Het loon van boer Jochem de Vries bij Wjouwert werd omploegen. We trokken er al je fretten naar boven komt. De zeevogels hier griepen haar kans. Zo nou en dan zitten de graaidevogels tussen. Als er wat dingen wordt, dan komt altijd wermkeboel erop aan. En de trillingen van de trekkers, alle werk is goed, denk ik. Ik wil mijn collega's net aan het werk zetten. En die weten al jezelf wat ze heel goed van maken. Maar ja, alle werk in het loon is op het heden goed voor de vogels, denk ik. Nou ja, het is ook mooi waar zelf. Het is mooi droog. Normaal dan proeven we nou ja, heel april gelijk. Nou, en nu hebben we nog een maat, maar we zijn wel op het tijd verdienen. Dus zullen we helpen? Volgens mij wel. Hoop ik al.